De oplettende Dordtenaar heeft ze deze wijk ongetwijfeld al gespot in de binnenstad. Busjes, kerstbomen, speciale belichting en acteurs voor de opnames van kerstspektakel Scrooge Live. De opnames vonden plaats in en rondom het stadhuis. Scrooge Live is een kerstvertelling van Omroep Max. Zij zenden op 20 december een eigen bewerking van A Christmas Carol van Charles Dickens uit, opgenomen in de historische binnenstad van Dordrecht. Onder meer Simone Kleinsma, Casper van Koten en Ron Brandsteder doen mee aan het programma. Tijdens de uitzending zal ook aandacht worden gevraagd voor kinderarbeid.